het oude en mysterieuze gouden standbeeld van Lupo. Wat zijn die grote standbeelden, François? Ja, dat zijn Lupo's bewakers. Ik lees hier dat de bewakers de bevelen opvolgden van degene die het gouden standbeeld vasthield. Wat fascinerend! En ook grandioos glimmend. Dat is geen juweel. Het is een stuk van een meteoriet en die geeft mij superkrachten! Bewegen die standbeelden? Doen jullie nou echt wat ik zeg? Breng me die schatkist vol goud. Ik kan ze besturen. Nu heb ik een hele roedel die van alles voor mij kan stelen. Oké, Megapups. We gaan de vogelvrouw naar buiten lokken met het grootste, meest glimmende beeld dat ze ooit heeft gezien. En dan pakken we het gouden Lupo-standbeeld. Maar we hebben geen groter glimmend standbeeld. Jawel, en dat zal je zien als we naar de woestijn gaan in de Megajet. Dan komt nu de rest van het plan. Oh, hoe moeilijk kan het zijn om een enorm diamanten standbeeld te vinden? Oh, het is zo enorm, zo glimmend. Breng het standbeeld naar mijn museumdomein. Hallo, vogelvrouw. Wat? Jij bent geen standbeeld. Klopt, ik ben een megapup. En het gouden standbeeld van Lupo is niet van jou. Merci beaucoup, Poppetrol. Jullie hebben onze museumtentoonstelling gered. Graag gedaan. Als je standbeelden gaan lopen, blaf dan om hulp. Poppetrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn, pups. We moeten een baby stegosaurus uit een kuil redden. Voor deze missie wil ik... Rocky. Jij moet met de grijpers op je wagen één van de bomen verplaatsen. En ik wil ook Rex. Rex, ik wil dat jij met je dino-klauw de andere boom weghaalt. We dino doen dit! En Sky. Als de bomen weg zijn, pak jij een vliegtuig om de baby stegosaurus uit de kuil te tillen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niets te dol. We zijn bijna bij de kleine stegosaurus, jongens. Nog maar een klein stukje. We zijn hier! Ik ben blij dat jullie er zijn, Paw Patrol. De stegosaurus zit super vast. Bril, 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 bril. Dat is stegosaurus voor. Hou je taai, maatje. We komen je redden. Oké, Rocky, Rex, pak die bomen. Doen we. Dino Klauw. Eén, twee, drie, trekken! Fantastische boomsleep, pups! Oké, Sky. Tijd om hem hieruit te tillen. Harnas! Brul, 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 brul! Je kent het! Stap maar in de gordel. Heel goed! Brul, brul! En hij zit! Goed werk, Rex! Sky, til hem op! Ben al bezig! Nu heb ik alleen nog een plek nodig om hem neer te zetten. Ah, kijk, hij heeft zijn mama weer gevonden. Mijn beurt, mijn beurt! Dat is de puppet die je hoort. Iemand heeft hulp nodig. Oh, ja. Ryder, jij bent Ryder niet? Dat klopt. Ik ben voor hem aan het puppassen vandaag. Geen zorgen. De Paw Patrol komt je meteen helpen. Alle pups naar de toren. Eigenlijk moet je zeggen... Paw Patrol, naar de uitkijk! Oké. Paw Patrol, naar de uitkijk! Ryder meldt zich! Ik bedoel Katie. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Ik bedoel Katie, meneer. Mevrouw! Bedankt, pups. Dus, wat zou Ryder nu doen? Ryder vertelt welke pup moet helpen en hoe die dat moet doen. Oké. Om meneer Postbode te redden wil ik... Marshall, jij gebruikt je brandweerwagenladder om hem uit de boom te halen. Ik ga vlammen! En Sky, jij kunt met je helikopter burgemeester Goodway en Chicoletta veilig van het dak halen. We gaan de lucht in! Voor
Volgens mij is de Paw Patrol klaar om te gaan. Je bedoelt zeker, Paw Patrol is niets te dol. Juist, dat. Geen zorgen, meneer postbode. Marshall kan u helpen. Klopt. Ladder. Kom maar mee naar beneden, meneer postbode. Ik breng u en Chicoletta nu naar beneden, burgemeester Goodway. Harnas. Hebbers, heel erg bedankt, Sky. Jullie zijn brave pups. En, hoe ging het vandaag? Katie deed het fantastisch, Ryder. Dat dacht ik wel. En hier is dan onze nieuwe koe. Oh, nee. Dat is omdat het geen melkkoe is. Het is een zeekoe. Een lamantijn. Ik ga haar Mindy noemen. Mindy de lamantijn. Ze is leuk, maar een boerderij is geen plek voor een zeekoe. Ze moet ergens zijn waar ze rond kan zwemmen en vrij kan zijn. Zeekoeien leven in het moeras. En hoe eerder Mindy daar is, hoe beter. Het moeras ligt recht achter deze heuvel. Oh nee, de kar! Scrabble, je moet een blokkade bouwen om de kar tegen te houden. Doe ik, Ryder! Kijk uit! Met Mindy gaat alles goed. Oh, er zit een barst in het glas. Dan rijden we door naar het moeras. Zo snel mogelijk. Mindy, we zijn er. En geen minuut te vroeg. Laten we de tank wat dichter bij het water zetten. Ryder, dat wordt misschien iets lastiger dan je denkt. Sky, kom naar het moeras. Je moet een zeekoe vervoeren. Deze pup gaat vliegen! Ryder. Chase, Mindy mag niet bij de krokodillen komen. Ik ben je al een stap voor, Ryder. Ruff, net! Oh. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten burgemeester Goodway en haar vriendin Helga Hundinger uit een ravijn redden. Dus, voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. De rand van het ravijn is erg los, waardoor het moeilijk is om grip te krijgen. En daarom wil ik ook Rubble. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Burgemeester Goodway en mevrouw Hundinger, hoe gaat het? Oh, veel beter dan jullie dan zijn. Oké, Ryder, mijn kabel kan vanaf hier bij ze komen. De grond is alleen niet stevig genoeg. Mijn kraan kan dit wel aan. Dank je, Rubble. Rap, hak. Oeh, goed gericht, Chase. Rap, hak, oprollen. Rustig, rustig aan. Hou goed vast. Oh, heel erg bedankt allemaal. Heel erg graag gedaan. Laten we burgemeester Hundinger gaan zoeken. Oh, hoe kan ik nou bij die bloem komen? Oh, niet rollen, niet rollen. Ik wil mijn hubby mummy. Ik ben hier, mijn hubby gummy. Oh, joepie poepie. Kijk, moeder, daar is de kippentulp. Wow. Bravo. Nu kan iedereen genieten van de schoonheid van de kippentulp. Dankzij de dappere redding door de Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Wanneer je tulpen kwijt zijn, blaf dan om hulp. Oké, welkom op het Paw Patrol reddingskamp. Wow, Sky heeft echt serieus vette spullen. Ze vindt het vast niet erg als ik het even was. Woef, woef, vleugels.
de fans delen. Moet je zien, stuntfans. Deur van Danny X is net als Sky. Wow. Oh, dit is niet zo makkelijk als ik dacht. Wow. Ah. Ha, dat is leuk. Het is een mooie dag om te vliegen. Wow. Maar dat is Danny. Ik moet Ryder bellen. Misschien had ik Sky om vlieglessen moeten vragen voor ik haar pak aantrok. Wegwezen! Ik weet niet hoe dit ding werkt. Moet jij niet ergens een nest gaan bouwen of zo? Kijk, daar is Danny. En ik denk dat hij op de vlucht is voor een adelaar. Chase, hou je net paraat. Ik sta klaar om hem te vangen, Ryder. Ik heb die vogel afgeschud in de laatste wolk. Oh nee, dat wordt botsen! Oh! Ah! Chase, je net! Rap, net! Joe! En dat was weer een bijzonder Deur van Danny X-avontuur. Sorry dat ik zomaar je vleugels heb geleend, Sky. Dat was een beetje te gedurfd. Zelfs voor mij. Het is al goed, Danny. Ik ben blij dat je in orde bent. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Chase-style. De Wingnuts hebben Oscar als vermist opgegeven. Arme Oscar. En we moeten een vreemd voertuig vol met troep vinden waar Boerin Yomi voor waarschuwde. Daarom is dit een ultieme reddingsactie. Chase zit bovenop deze ultieme reddingsmissie. Oké, Paw Patrol is niet de doel. Chase, is dat niet een troepwagen? Raf, klap aan! Dat moet vast de mysterieuze kar zijn waar Yumi het over had. Sky, kijk of je kunt zien wie dat ding aan het besturen is. Ga ik doen, ik vlieg er naartoe. Kijkers! Het lijkt wel alsof er een struisvogel achter het stuur zit. Dat moet Oscar zijn. De familie Wingnut zal wel blij zijn. Maar we moeten nog steeds die kar tegenhouden en Oscar eruit halen voordat hij ergens tegenaan botst. Goed punt, Ryder. Sky, waar rijdt Oscar nu heen? Hij rijdt richting de stad. Als dat troepmonster zo doorgaat, rijdt hij straks de baai in met Oscar er nog in. Zuma, pak je straatsurfer om Oscar te stoppen. Straatsurfer! Spijkerlint! Goed gedaan, Zuma! Hij is veilig. Bedankt dat jullie onze jongen hebben gered, hoor. Wanneer je struisvogel wegrijdt, belaf dan om hulp. Morgen, kapitein Turbot. Kijk wat hier ligt te dromen op het dek. Een berenjong? Wacht even, er belt nog iemand. Hallo? Ryder, je gelooft echt nooit wat er nu in mijn bad ligt te slapen. Wow, nog een beer? Moment, Katie, er belt nog iemand. Hoi, Alex. Een beer? Ja! Er slaapt een hele berenfamilie in de stad. Wat moeten we doen? Jullie hoeven niet bang te zijn. Geen beer is te groot, geen pup is te klein. En nu jij, Rubble. Tijd voor een klein berentransport. De bedden voor berenwagen is klaar om te gaan. Heel goed, pups. We hebben één beer gered en nog twee te gaan. Rocky, liggen er wielen in jouw recyclebak? Weggooien? Tuurlijk niet! Heel goed, pups. Zacht en rustig. Oké, Everest. Op drie. 1, 2, 3. Hoera voor de Paw Patrol! Hip hip hoera! Hip hip hoera! Hip hip hoera!
Hey, Bubs, volg Everest naar de grot. Wat liggen ze er knus bij? Bedankt dat jullie de beren hebben teruggebracht, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je ooit een slapende beer ziet, verluister dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Wally is het land opgegaan en zet de stad nu op stelten. Waarom gaat Wally nou uit het water? Dat moeten wij uitzoeken, maar eerst moeten we hem vinden. Dus voor deze missie kies ik voor... Sky, ik wil dat jij met je helikopter op zoek gaat naar Wally en hem in de gaten houdt tot we hem veilig naar de baai kunnen loodsen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niks te doen! Is Wally al gevonden? Nee, je zou denken dat zo'n grote walrus makkelijk te vinden is. Ryder, ik heb Wally gevonden. Hij zit vast in een put op de hoofdstraat. We komen eraan! Wat zegt Wally precies, Marshall? Hij mist zijn beste vriendje enorm en wil niet terug naar de baai zonder kapitein Turbot. Dank je, Marshall. Sky, Marshall, Rocky, we gaan op zoek naar kapitein Turbot. Chase, jij blijft hier en zet het gebied rondom Wally af. Begrepen? Ruff! Pilommen! Ik heb hem gevonden, Ryder. Kapitein Turbot staat op een bergriggel. Goed bezig, Sky. Gebruik je harnas om hem van de riggel af te tillen en breng hem terug naar de stad. Oké. Harnas! Hoi, Wally. Wurm je even vrij, dan gaan we samen naar de baai, vriendje. Het is gelukt. Lok Wally nu maar weer terug naar het water, Sky. Deze kant op, ouwe reus. Ryder, Paw Patrol, Wally en ik zijn jullie daverend dankbaar dat jullie ons hebben herenigd. No! Geen probleem, kapitein. Als je je walrus nog eens kwijt bent, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Eerst het goede nieuws. Chicoletta heeft een ei gelegd. Maar minder leuk, haar ei is weggerold en dwaalt door de stad. Wat een paniek! We moeten hem vangen voordat hij breekt. Dus voor deze missie wil ik Rocky. Jij moet met je grijper het ei voorzichtig optillen en weer terugbrengen naar Chicoletta. Groen is gaan! Oké, Paw Patrol is niets te doen! Dit hoort hier niet thuis. Ik breng het wel even naar opa. Hallo, burgemeester Goodway. Hoe gaat het? Niet zo goed, helaas. Oh, waar is mijn klein kipje? Hoi, burgemeester Goodway. Hoi, Paw Patrol. Is dat hem niet? Rocky. Grijper. Ik vang hem. Oh, nee. Volg die meeuw. Oh. Komt u mee? Kipje is wel een stuiterbol. Vang hem, Rocky. Grijper. Wazo! Hey, Ryder. Kijk mij. Durfel Danny X. Je hebt een passagier aan boord. Huh? Oh ja, nu zie ik het. Rubble, we hebben een zachte landing nodig voor Chicoletta's ei. Ik weet precies wat ik moet doen. Probeer zachtjes te landen, Durfel Danny X. Hoi, burgemeester Goodway. Oh. Oh nee, ik wil niet kijken. Die heb ik eigenhandig gered. Ja, ja. Toch? Oh, dank je, Rubble. Chicoletta maakte zich zo zorgen. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De superschudder sloeg op tilt en heeft de silo bijna omgeduwd. Oh nee. Oh, nee. We redden eerst de silo en daarna de schudder. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Rubble is aan de rol. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Bedankt, Ryder. Dat lucht op. Maar de superschudder rijdt nog gewoon rond. Hij rolde die kant op. Wij gaan hem tegenhouden. Kom mee, Bubs. Uh-oh. Whee!
Ryder, hij zit in de superschudder. Wij zorgen dat Alex terugkomt. Sky, Marshall, de superschudder komt jullie kant op. Begrepen, wat goed. Wat had je gedacht, Alex? Hoi, Sky! Hou je goed vast! We gaan omhoog! Wauwie! Hij kan ook vliegen! Ik wil dit ritje wel voor mijn verjaardagsfeestje! Goed gevlogen, Sky! Marshall, nu halen we Alex eruit! Woe, ladder! Klim eruit, Alex! Wee! Niks aan de hand. Marshall, zet die schudder uit. Wow. Laat me maar zakken, Sky. Dank dat jullie Alex hebben gered, Paw Patrol. Wanneer het begint te schudden, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder en meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. Burgemeester Hamdinger heeft een speciale vuilniswagen, de troepdinger. En nu zit er een zeemeeuw in die op de omkeerknop heeft gedrukt. En nu gooit de wagen vuilnis door de hele stad. Dus voor deze missie wil ik... Ska! We gaan de lucht in! En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Zelfs hier liggen nog een heleboel afvalblokken. Het komt wel goed met dit. Wat een mooie truck, Ryder. Kijk dit maar. Wow, dat is nog eens upcyclen. We verzamelen en veranderen. Ik zie de troepdinger. Waar is hij? Net buiten de stad en op weg naar een brug. En hij gaat open. De brug is al open. Maar hoe komen we bij de wagen? Al die troepblokken blokkeren de weg. Upcyclen is altijd een oplossing. Dit plan bevalt me wel, Rocky. En we zijn klaar. Nu pak ik die wagen. Hebbes! Woe! Fantastisch gedaan, Rocky. Oh, bedankt voor al jullie hulp, Paw Patrol. Graag gedaan, hoor. Als je wordt bekogeld door een troepdinger, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn. Olivia de struisvogel is in nood. Alles komt goed met haar, want wij gaan haar helpen. Rubble. Jij moet met je kraan de rots verplaatsen en Olivia bevrijden. Sky. Jij kunt Olivia met je harnas uit de kloof tillen. Paw Patrol is niets te dol. Ryder, geen minuut te vroeg. Het komt wel goed, Oscar. Wij redden Olivia. Kraan! Hebbes, til me op. Oké, Sky, pak je harnas. Volgens mij vindt Olivia dit niet zo leuk. Ik zet haar maar snel weer neer. Dan moeten we een andere manier bedenken om haar terug te brengen. Arme Olivia, haar voet doet pijn. Ze kan duidelijk niet teruglopen. Maar ik weet wat. Robbehond, meld je. Je moet de Paw Patroller brengen, zodat we Olivia terug kunnen rijden. Daar is de Paw Patroller, Olivia. Robbehond kan je terugbrengen. We brengen Olivia naar binnen. Weg, weg! Wow! Ryder! Robbehond, gebruik je jet om ze in te halen en haal ze terug. Fijn dat jullie onze struisvogelfamilie hebben gered. Geen
geen probleem. Als je vogel er vandoor gaat, blaf dan hem hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. Een babyolifant en zijn vader zijn geschrokken van een hard geluid in de jungle. Wij moeten de baby snel uit de drijfzand halen voordat hij nog dieper zinkt. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol. En Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Rustig maar, jongen. De Paw Patrol is onderweg. Eén stenen brug, komt eraan. Wow, dat is best diep drijfzand. Zou dit werken? Goed idee, Rocky. Als steen niet werkt, maken we een brug van hout. Wow. Rol de haak op, Chase. Ruff, haak, rol op. Uh-oh, baby is groot. We moeten de wagen verzwaren. Bedankt, heel grote vriend. Rubble, leg die stam onder hem. Ik maak je los. Kijk goed waar je loopt. Goed gedaan, jongens. Graag gedaan, papa olifant. Niet vergeten, wanneer je een eng geluid hoort, blaf dan om hulp. Hallo, boer El. Ben je blij met je belangrijke ochtend? Net nog wel, maar dat was voordat iets of iemand mijn regenboogaardappel had gestolen en mijn tuin had geruïneerd. Wat vreselijk. Die kerel van dat bijzondere groenteboek kan hier ieder moment... Oh! Wat is er? Hij is vroeg. Ben dat dit een alleraardigste aardappeldag wordt. Geen zorgen, wij kunnen dit oplossen. Geen aardappel is te vermist, geen pup is te klein. Het is een bende, maar dat geeft niet. Ik ga aanwijzingen zoeken. Dit voelt heel stevig, Rubble. Je kunt het gat opvullen. Chase, heb jij al iets? Misschien. Kijk hier maar. Ik heb een pootafdruk gevonden. Gebruik je drone om uit te zoeken bij wie ze wel horen. Misschien heeft diegene de aardappel. Ruff, drone! Volg die drone! Ze hebben zoveel lol. Hoe krijgen we die aardappel terug? We leiden ze af. Pak je werper en schiet wat echte stuiterballen. Ruff, werper! Het is gelukt! Dan gaan we nu naar de boerderij. Nog een regenboogaardappelfan. Juist. Je begint een publiek te krijgen en graag je speciale groenten wil zien. Dus waar is die aardappel? Nou, om eerlijk te zijn is hij... hier! Oh, no. Ik verklaar bij deze dat de regenboogaardappel van boer El een van de groentewonderen van de wereld is. Ja! Fantastisch! Motopups, klaar voor actie, Ryder, meneer. Op Chase na dan. Daarom zijn we hier. We moeten onze teamgenoot zoeken. We vinden hem. Ryder, mag ik ook helpen? Natuurlijk, Wildcat. Met jouw motorrijkunsten kun je ons helpen met zoeken in de smalle canyonspleten. Dank je, Ryder. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Iedereen in orde? We zitten opgesloten. Haal ons er weer uit. Dat wil ik best doen, maar dat lukt niet zonder de andere motopups. Ik hoor het alweer. Volgens mij komt het hier vandaan. Schep! Wildcat! Kom maar niet te dichtbij, hoor. Ik wil je niet weer laten niezen. Het is niet jouw schuld, Wildcat. We blijven gewoon vrienden. Die pups vinden zichzelf zo goed. Maar als je zoiets gaafs bouwt als dit...
Dan redden we onszelf. En kunnen we lekker herrie schoppen. Kijk. Oh. Chase, jij redt de piloot. Wildcat, jij redt de jet. Komt goed, Ryder. Jongens, ik heb wel iets voor je tegen het niezen. Hé, hey, zonder te niezen. Ik heb een hypoallergene filter toegevoegd die de allergie tegenhoudt als je de helm op hebt. Dank je, Ryder. Wanneer je nies voor problemen zorgt, dan achoo, helmhulp. Hoi, meneer Porter. Wat is er aan de hand? Je moet snel komen. Mijn nieuwe overbot is over zijn toeren. Hij wil de hele stad afwassen. Ik ben bang dat hij ongelukken mag gaan komen. Geen zorgen, meneer Porter. Geen overbot is te kapot. Geen pub is te klein. Wat een bende. Chase, gebruik je pilonnen en megafoon om de bestuurders weer op weg te helpen. Pilonnen! Oké, allemaal. Deze kant op. Brock, als jij nieuwe borden maakt, weet iedereen weer waar die heen moet. Hop, grijper! Burgemeester Goodway. Oh, kom snel! Dat is de robot van meneer Porter. Hij probeert mijn gedenkbord te pakken en ik ben bang dat hij straks breekt. We komen eraan. Wow, dus hier heeft hij alle borden naartoe gebracht. Dat zal niet lang goed gaan. Maar we moeten als eerst die robot uit zien te zetten. Ik heb een idee. De overbot wil afwassen. Dus als jij nou vies wordt, komt de robot naar jou. Wij geloven in je, Rocky. Het is voor het goede doel. Ik hoop maar dat het werkt. Het werkt! Woep, schroefdraaier! Heel goed, Rocky. Dan kunnen we nu de borden weer terugbrengen. Dankjewel. Jullie hebben mijn bord gerend en geen seconde te vroeg. Net op tijd voor de lunch. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Top dat jullie er zijn, pups. Emmy en Eddie zijn op bezoek bij de boerderij en ze zijn niet gewend aan dieren. Help! De kinderen zijn ergens van geschrokken en op de vlucht geslagen. We moeten ze opvangen voordat ze verdwalen in het bos. Dus voor deze missie wil ik graag Chase. Chase zit er bovenop. En Rubble. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niks te doel. Daar zijn ze, Ryder. Ik haal ze bij elkaar. Ruff, megafoon. Wow, Garby. Rustig, Bettina. Het komt goed. Kom mee. Goed zo, brave dieren. Wow, goed geregeld, Chase. Rubble, bouw jij een omheining voor ze? Rubble is aan de rol. Super Pups, nu snel op naar Emmy en Eddie om te zorgen dat ze veilig zijn. Kijk, daar zit een kruipwezentje. Schattig. En nog een schattig kruipwezentje. Oh nee, dat zijn van die vliegende wezens die ondersteboven in grotten hangen. Die heten vleermuizen. Ah! Wat is het hier donker? Help! Ze zitten daar beneden. Ga je gang. Ruff, haak! Oké, jongens, pak de haak vast. Dan trekt Chase jullie omhoog. Ruff, haak! Oprollen! Wee! Bedankt voor de hulp. Is wel zo aardig om te zeggen dankjewel, Paw Patrol. Als de kids en kittens in de nesten zitten, belaf dan om hulp. Ruff, Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer?
Fijn dat jullie er zijn, Megabubs. Blijkbaar hebben de katjes van burgemeester Handlinger superkrachten. Oh. Ze zorgen voor overlast in heel Avonturenbaai. Alleen jullie als Megabubs met superkrachten kunnen ze tegenhouden. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid en je supersnelle auto dat katje inhalen. En de tonijn van meneer Porter pak je terug met je energienet. Mega Sky, jij brengt met je wervelwindtuig de vis van kapitein Turbo terug. En Mega Rubble, jij moet met je superkracht en megawagen de platvis terug in het water duwen. Megabubs is niets te doen. Hé Katje, geef die tonijn terug. Je bent even snel als ik, maar dit heb je dan weer niet. Oh, onze gestrande boot geeft geen greintje mee, Wally. Wacht maar, kapitein Turbot. Ik duw je zo het water in. Wow! Dat was machtig mooi gemikt, Mega Rubble. Zie je de vis van kapitein Turbot al, Sky? Nog niet, Ryder. Maar ik heb wel de koeien van Boer El gevonden. Ze zijn bij het kruispunt. Rubble, rij naar het kruispunt en pak dat superkatje. Doe ik. Zet die koeien onmiddellijk terug op de grond. In dat geval zet ik mijn megabootjes op de grond. Ryder, ik heb de vis van kapitein Turbot in zicht. Ik ga ervoor. Gelukt! Mooi. Als jij de vis terugbrengt naar de platvis, dan doen wij de koeien en de tonijn. Goed werk, megapups. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Alle stroom in de stad is uitgevallen. Gelukkig heeft de uitkijk zijn eigen noodgevalgenerator. Maar wij kunnen de stroom weer aanzetten. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Kijk, wat is dit? Kijk, wat is die gloed? Burgemeester Handlinger, u moet dat bord uitzetten, want onze stroom is uitgevallen. Mooi niet, het is een kunstwerk. Trouwens, wie zou deze knapper niet willen zien? Huh? Sorry, burgemeester Handlinger, maar Avonturenbaai heeft stroom nodig. En we moeten ook nog alle rommel opruimen. Kom mee, Chase. Maar met één ding heeft de Paw Patrol geen rekening gehouden. Oplaadbare batterijen. Kom mee, Jumbo. Ik zie helemaal geen sterren met al dat licht. Waar komt die verontrustende verlichting vandaan? Oh, als we die lamp niet uitzetten, kunnen we vanavond de planeten niet zien. Ik bel snel de Paw Patrol. Oké, Sky, gebruik je haak om het neonbord weg te halen. Begrepen, Ryder. Jij gaat met mij mee, Jumbo. Kijk, alle planeten spelen een prachtig positiespel. Wauw, allervetste uitzicht ooit. Paw Patrol, bedankt. Jullie hebben de dag gered. Nacht. Graag gedaan, Alex. Wanneer de lichten te fel worden, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Er is iets vreemds aan de hand in het museum. We moeten uitzoeken wat er aan de hand is. Dus voor deze missie kies ik voor... Chase. Ik wil dat jij met je zaklamp zoekt naar aanwijzingen. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niks te doen. Zo te zien heeft iemand het hydruk gehad. Water? Waar zou dat vandaan komen? Dit is vast waarom het licht uit was. Kijk! De waterdruppels stoppen bij de duikbak. Dat is de octopus. En hij rent nu... Nou ja, eigenlijk rolt hij nu weg. Stop, octopus! Volg die octopus. Hij rolt richting het water. Ik vang hem. Ruff, net! Hebbes! Hoera! Je hebt de octopus gered van een lange tocht naar huis in de diepe oceaan.
Oh, volgens mij wil hij graag het water in. Hij moet weer terug naar huis tussen de golven. Goed idee, kapitein. En ik weet al precies welke pup ik moet vragen. Daar is de rotsrug al. Octopus gast, je bent bijna thuis. Duikpak! Bienvenue bij de grote opening van onze expositie. Bedankt, Paw Patrol. Zonder jullie waren we opgeslokt door octopusproblemen. Graag gedaan. Als er een octopus een lift wil naar zee, blaf dan om hulp. Problemen op het zigzag, Pawpups. Stubborn New is weggered met Chicoletta. En burgemeester Goodway hangt aan een boomtak. We moeten haar redden en dan op zoek naar Stubborn Mule en Chicoletta. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen! En dan wil ik ook nog Chase. Chase zit er bovenop. Paw Patrol is niets te dol. Sorry, Ryder. Ik zie nog niets. Oh, wacht! Dat is Sky! Lachen! Oh, nee, Paw! Ik ben er, maar we moeten snel zijn. Oké, Chase. Tijd voor je net. Oh, mijn plaatje. Dan gaan we nu op zoek naar Stubborn Mule en Chicoletta. Sky? Ik vlieg verder naar boven. Ryder, ik zie ze. Ze staan op een wiebelige touwbrug en dat ziet er niet veilig uit. Ik heb een idee. Meld je, Tracker. Hallo, Ryder. Ik ben een en al oor. I'm all ears. Klaar voor je vlucht, Tracker? Ik vang je! Hebbes! Oh, Chicoletta, je bent veilig. Dank je, Tracker. Hey, Stubborn Mule. Kijk eens wat ik heb. Oh. Ryder, het is gelukt! Wanneer u ons nodig heeft, burgemeester, hee-haw, dan om hulp. Ryder, ik ben blij dat je er bent. De geitjes zijn nergens te bekennen. Wij vinden ze en dat hek gaan we ook repareren. Toch, Rocky? Ja. Woe, woe. Schroevendraaier. Het hok is klaar voor de geitje. Kom mee. Hallo, burgemeester. Wat is er? De babygeitjes van Yumi knabbelen aan mijn strandhanddoek. We komen eraan. Pups, de geiten zijn op het strand en we moeten ze verzamelen. Doe ik. Kom dan, geitje. Ik heb ze op het vlot. Mooi. Maar waar gaat het vlot heen? Huh? De zee is naar het vlot gekomen. Maar dat komt nu niet zo goed uit. Burgemeester Goodway zei dat mijn geitjes hier zijn. Waar zijn ze? Ze zijn even gaan zeilen. Zuma, we hebben je hulp nodig. Ik duik erin. Ik kom eraan, geitenmaatjes. Oh nee. Ryder, ze hebben het vlot kapot gebeten. Ze drijven uit elkaar. Wat moet ik doen? We moeten ervoor zorgen dat ze weer bij elkaar komen. Oh, reddende geit. Zoals mijn yogales. Red me, geitjes, red! Lekker bezig, geitjes. Ga zo door. Ik doe jullie naar het strand. Oh, mijn liefjes. Bedankt, Paw Patrol. Geen probleem. Als je yogageiten weer gaan rennen, blaf dan om hulp. De enige plek waar deze geitjes naartoe rennen is naar bed. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Danny heeft de slechtste plek gekozen voor zijn lunchtijdstunt. Hoog boven de canyon. En toen heeft de wind hem ondersteboven gewaaid. Hij draagt wel een veiligheidsharnas, maar we moeten hem toch helpen. Eén opvangnet komt eraan. Hoi, Danny. Het is daar hangt die deur van, Danny. X. Oh.
meer ondersteboven hangt. Oppassen, anders valt straks mijn te gekke extreme lunch. Oké, maar we zijn hier om jou te redden. Lunch kan wachten. Grijper! Fantastisch, het is gelukt! Is dat Ryder? Ik ben er bijna! Bedankt voor het net, Chase! Bedankt! Wow! Ik wist niet dat deze fiets kon vliegen. Deze beelden worden geniaal! Kijk eens hoe ik langzaam naar beneden trap. Oh, of niet? Uh-oh, Danny is weer in nood. Bubs, ik heb jullie allemaal nodig om Danny op te vangen. Net! Wij zetten je weer op de grond. Nou, dat vind ik een fantastisch idee. Paw Patrol is de beste! Wat een rit, stuntfans. En die dikke afdaling van deze gedurfde stunt is te danken aan de Paw Patrol. Bedankt, Ryder. Hey, wanneer je stunt ons nodig heeft, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Tracker volgde een geluid vanuit de jungle en is toen verdwenen. We moeten Tracker opsporen? Dat klopt. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Dit lijkt me een goed moment om je drone te gaan gebruiken. Ruff! Drone! Apen met reuzenvoeten? Grote haren! Misschien heeft hij Tracker gezien. Sky, kijk of je die aap ziet vanuit je helikopter. Wacht! Ryder, ik zie ze! Grote haren gaat er vandoor met Tracker! Oké, kan je dichterbij komen met je drone? Oei. Harnas! Thank you, Sky! Wat is er met grote harigen? Ik geloof dat ik hem met iets moest gaan helpen. Er is iemand in nood! Die kant op! Huh? Er is nog een grote aap! Die zit vast in die put bij de ruïne! Daarom had grote harigen je meegenomen! Je moest helpen om kleine harigen te redden. Geen zorgen, my friend. We krijgen je hier heus wel uit. Wacht maar. Rocky, breng wat gebruikte planken van Carlos zijn boomhut. Weggooien? Tuurlijk niet. Klaar. Ja, laat hem maar zakken. Beetje te zwaar. Yeah! Wanneer je ons nodig hebt, dan Jonel! Er is een noodgeval in Blaffenburg, pups. De dieren lopen door heel het kasteel. Dus moeten we ze bedwingen voordat iemand gevaar loopt. Zoals de graaf die aan een waterspuwer hangt. Oh, nee toch? Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen! En Chase. Chase zit er bovenop. Mission Ball is niets te doel. Paw Patrol! Hulp nodig? Ja, dank je. Graag gedaan. Rob, laserhack. Dat is een braaf nijlpaard. Volg mij nu maar. Huh? Marshall komt jouw kant op met twee dierenvrienden. Marshall, kom hierheen, naar de geheime doorgang. Oh, dat was de laatste. Maar hoe zijn al die dieren eigenlijk het kasteel ingekomen? Helaas vermoed ik dat Sweetie hierachter zit. Haha! Oh, save the coon! En die blijft van mij, Busby. Ze is aan het zinken. Zuma, kijk onder water. Duikuitrusting. Ryder, ze zakt weg in de modder. We moeten haar snel omhoog trekken. Chase, gooi je opblaasbare landingsbed. Nog drie.
Klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, Pups. Drie van onze vogels worden vermist. Daarom wil ik voor deze missie... Sky. Jij moet met je helikopter in de lucht op zoek gaan naar Myrna de Treurmina. Zij is de enige die kan vliegen. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ryder, ik zie de vermiste vogels, maar ze vliegen weg. Alle drie, Sky? Want kippen en struisvogels vliegen niet. Wel als ze in een luchtballon zitten. Oh-oh! Volg die ballon! Sky, probeer de ballon met je helikopter omlaag te drukken. Hou vol, vogeltjes! Hey, vang de struisvogel! Om 12 uur naar boven! Chase, vang hem met je net! Ruff, net! Gedaan, Chase. Dank je. Maar nu is Chicoletta helemaal alleen daarboven. Travis, we moeten je hoog genoeg krijgen zodat je bij het touw kan komen. Marshall, kom zo snel mogelijk hierheen met je brandweerwagen. Oké, ik ga vlammen. Ik ben een rider. Top, pak je ladder. Woep, ladder. Oké, Travis, je weet wat je moet doen. En ik heb hem. Wees niet bang, angstige passagier. Ik, toerende Travis, zal deze ballon veilig en deskundig naar de uitkijk manoeuvreren. Dankjewel, Ryder en de Paw Patrol, voor het redden van mijn lieve Kippie Poe. Wanneer je vogels wegvliegen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Handlinger heeft Katie's dierenwasmobiel gestolen. Oh nee! We moeten hem terughalen. Dus voor deze missie kies ik voor... Chase. Chase zit er bovenop. En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niks te dol. Hou jullie vast, toere kittens. Oh, wat nu weer? Katie's dierenwasmobiel is daar. Ik heb niet al die moeite gedaan om nu op te geven. Kittens! Oh, de kittens van de burgemeester vliegen weg. En het wordt nu nog erger. Moet je die wasmobiel zien? Al die zeepbellen kleven aan de onderkant. Rocky, jij redt de kittens. Ik bel je later. Ik moet de daalknop zien te vinden. Vang hem op, Chase. Ruff, net. Nee. Burgemeester Handlinger, bent u oké? Ik zit onder de modder en mijn kittens zijn weggevlogen in luchtbellen. Maar, oh, mijn kittens! Niks aan de hand. Kijk maar. Volgens mij kan ik weer aan de slag gaan. Wauw! Het lijkt wel alsof de hele stad in bad wil. Ryder, bedankt dat je mijn wasmobiel hebt teruggebracht. Graag gedaan, Katie. Als er een luchtje aan de zaak zit, blaf dan om hulp. Kijk, een monster! Oh. Wat in de wilde, wonderlijke wereld is dat? Het is geen diersoort die ik eerder heb gezien. Tijd om te gaan, Durval Danny. Het is Durval Danny X. En als ik een echte monster zie, is dat zo extreem. Extreem gevaarlijk. We gaan er vandoor. Waarom gaat die lift zo langzaam? Dat los ik wel op. Veel te snel en toen ging hij stuk. Gelukkig zijn we hier boven ver van het monster vandaan. Wat voor monster? Het was groot en groen en ging toen het bos in daar. Ik ben de Paw Patrol. Ah!
Alex, niet... Alles goed. Bedankt, Ryder. Ik hoop dat ik het monster snel vind. Everest, zie je ooit in de bossen? Ryder, ik zie het monster. Het is burgemeester Goodway bedekt met groene modder. Maar ze kan niks zien en snowboard achteruit de heuvel af. Houd vol, burgemeester. Ik help u te stoppen. Oeh, joh. Ja, niet wel. Dankzij jou, Everest. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Voel je een beetje monsterlijk? Dan... Je omhulp. Burgemeester Goodway? Ryder, de sleutel van de stad is gestolen. Burgemeester, burgemeester, ik wil aangifte doen van diefstal. Er rijden rovers op het strand. En ben je te museum? Ryder, wat moeten we toch doen? Burgemeester Goodway, kunt u met de andere getuigen de voertuigen beschrijven? Ze zagen er precies zo uit als jullie wagens. Maar wij gaan uitzoeken hoe het zit. Geen sleutel is te vermist, geen pup is te klein. Onze missie is de verdachte identificeren en tegenhouden. De dieven zijn met een sleutel binnengekomen en hebben toen de buit meegenomen. Dus degene die de sleutel heeft, communiceert met degene die de wagens heeft. Misschien kan ik meeluisteren. Ahoy, alle piratenwagens. Kom naar de geheime plek buiten de stad. Dat is Sid de Schavuit. Arr, hierheen. We kunnen nog ontsnappen. Jij bent alleen maar meer ballast, krapje. Ik heb deze nog. Ik kom terug en de volgende keer neem ik wel alles mee. Zuma, hou ze tegen. De sleutel nog wel. Waar is hij gebleven? Dank je, Ryder. Dank jullie, pups. Graag gedaan. En onthoud, wanneer piraten komen plunderen en stelen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. De fruitkraam van meneer Porter is op de weg gerold. En hij komt daar niet meer weg. Maar die kraam hoort op de stoep te staan. Niet in het midden van de drukke weg. Inderdaad. Dus voor deze missie wil ik... Chase, jij moet met je megafoon en pylonen de auto's omleiden... zodat wij naar meneer Porter kunnen. Chase zit er bovenop. En Rubble. Alleen jij kunt de kraam weer terug naast de weg zetten. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben hier, Ryder! We komen eraan, meneer Porter. Chase. Ik ga al. Ruff, verkeerspilonnen. Ruff, megafoon. Attentie, volg de pilonnen en rijd deze kant op. Phew. Bedankt, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. Kan hij, Rubble? Hey, kom! Ik raap deze maar snel op voordat ze in appelmoes veranderen. Appelmoes. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten naar Duffel Danny, voordat hij zich bezeert in Halfpipe Canyon. Dus voor deze missie wil ik... Sky. Deze pup gaat vliegen. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Sky, meld je zodra je Duffel Danny ziet. Begrepen, Ryder. Kapitein Baasmeester zit, meneer. Misschien moet je wat langzamer. Wat? Danny, stop! Wacht, jij bent Danny niet.
Ik moet verder. Bedankt. Ryder, blijkbaar is het skateboard van Danny gestolen door Sid de schavuit. Wat? Oké. Chase, ga Danny zoeken. Iemand anders rijdt op zijn skateboard. Oké, Ryder. Oh, ik zie hem al, Ryder. Danny, stop! Daar is hij. Tijd voor een extreme sluiproute. Woehoe! Ik bedoel, oh nee! Ik moet hem redden. Raf, net! Ryder, Danny is veilig, maar hij zit wel vast. Goed gedaan, Chase. Sky, ik wil dat jij Danny uit de canyon gaat redden. Veilig en wel, durf al, Danny. X! Omdat ik jullie extreem dankbaar ben, Paw Patrol. Mooie redding, pups. Maar waar zijn Sid en Arby gebleven? Harnas! Sid, stop! Het is te gevaarlijk om in het donker te skaten. Hey, wat is dit nou? Yahoo! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Chase? Ben jij dat? Ja, Chicoletta en ik gingen slapen. En toen ik wakker werd, waren onze lichamen met elkaar verwisseld. Wauw, dat is best vreemd. Goed jullie te zien, pups. En Kipje. Die sterke wind heeft de platvis de lucht ingeblazen tot aan de berg van Jake. Rocky, jij moet een trailer bouwen, dan brengen we de boot weer terug naar de baai. En Chase, jij moet met je haak de platvis op de trailer trekken. Paw Patrol is niets te dol. Waar zijn Chase en Chicoletta? Teamwork kost tijd, maar het komt wel. Dat denk ik ook, Chica. Ik bedoel Chase. Oké, Rocky, begin maar met de trailer. De trailer is klaar. Oké, Marshall, we hangen hem aan jouw wagen en trekken de boot zo naar de baai. Als die trailer zo botst, dan wordt de platvis een wrak. Pups, de trailer is losgeraakt en de platvis komt nu recht op jullie af. Snel, we moeten hem tegenhouden. Goed, we rijden voor de boot. Als ik nu zeg, moet je afremmen. Bap, nu. Bap. Ga zo door. Ga door. En... Oké. Is alles weer goed nu, kapitein? Oh. U nu ook al? Wally en ik wilden je zeggen dat het prettig is dat de platvis weer op zijn plek ligt. Bedankt, Paw Patrol. Huh? Oh, ik heb weer pootjes. Dat was een gekke droom. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, Chicoletta, de Turbots en Danny. Het is Durval, Danny X. Zitten hoog in de bergen, diep in de problemen. Sky, jij moet de ultieme kopter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja, deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Rubble, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Ah! Toffe parachute. Grijper. Ja! Hoi jongens. En op naar de ultieme kopter. Woehoe! Dit is zo extreem! Nee, mijn boot gaat vallen. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Marshall, Zoek, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Oh, ik glij weg. Boy. Ik heb hem. Mooi werk, pups. Wat een mooie foto's. En wat een geweldig uitzicht. Dankzij Sky en de pups.
Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp. Het is al best wel donker. Ik moet de lamp aanzetten. Wat zou die nog meer kunnen doen? Dit is echt heel extreem! Misschien kan ik het licht op ze richten als een volgspot. Yes! Nu moet het licht nog op zijn allerfelst. En dan is het licht genoeg voor de meest extreem geweldige luisterstunt van de eeuw! Huh? Uh-oh, dat grote schip kan nu het eiland niet zien. Oh nee, hij zit op slot en de sleutel ligt nog binnen. Ik moet snel de Paw Patrol bellen. De deur zit op slot. Chase, pak je muurlopers en klim naar boven en kijk of je door het raam naar binnen kunt. Ruff, muurlopers! Ik zou daar extreme stunts mee kunnen doen. Zuma, hoe ver ben je? Het is hier super donker. Ik geloof dat de kapitein me niet hoort en ook niet ziet. Bewaar afstand, Zuma. Komt goed, Ryder. En ik blijf de kapitein gewoon roepen. Ik ben er, Ryder. Ik laat je erin. De lamp is doorgebrand. Er moet een nieuwe in. Een nieuwe lamp komt eraan. We moeten opschieten. Het vrachtschip komt recht op ons af. Ryder, het schip rijdt op. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.